uit de biografie van Louis van Gaal. Zelfbeeld. Volgens hemzelf gaat het verhaal dat bij zijn geboorteaangifte de ambtenaar opgewonden roept: echt waar, toch niet de Louis van Gaal? Is Louis aan me? Nee, niet? Oké. Okay. Ja, een beetje achterin ook. Hè. Dit is uit de biografie van Wim Kieft. Alles wat lijn was verdween in zijn neusgaten. De zijlijn, de waslijn en de lijn om de hond uit te laten. Het schijnt dat Amsterdam na Wims verblijf twee trams miste. Lijn 3 en lijn 5. Zijn er mensen die... Nee. Die zitten meestal op het balkon, ja. Eens even kijken hoor, waar zijn we? Ja, hier. Dit is uit de biografie van Winston Bogarde. Stamboom. Volgens zijn vader komt hij uit een groot geslacht. Volgens zijn moeder valt dat wel mee. Zijn er mannen met... Nee, laat maar gaan. En deze is voor... Ja, uit Ronaldo. Ronaldo, niet de huidige Ronaldo, maar de vroegere. Dat is namelijk een plan dat voor dikke mensen... die moesten betalen voor een extra vliegtuigstoel. Misschien weten we dat nog. Na het idee om te betalen voor twee stoelen kwam het plan dat voor dikke mensen een heel apart vliegtuig klaar stond. Maar dat kwam niet van de grond. Ik ben toe aan de laatste, dames en heren. Ze zijn op. En dan gaat er nog eentje de zaal in. Deze is van, wie is die? Even kijken, biografie. Oh ja, dit is een biografie van een heel slechte voetballer. Thomas Dekker. Dialoog tussen een escortmeisje en haar tevreden klant. Ik kom... Ik ga. Dank.